Voor de regio is het programma van de komst van het MITC erg belangrijk, omdat we in dit gebied van de Noordoostpolder iets voor de werkgelegenheid kunnen betekenen. We kunnen iets voor het gebied zelf betekenen, maar vooral ook voor de zittende bedrijvigheid. Als je kijkt naar de werkgelegenheid, dan is die in de Noordoostpolder redelijk uitgebreid. Maar wij kunnen juist een extraatje in de HBO of universitair onderwijs, in die richting kunnen we juist een extra gebruiken, zodat er nog meer variatie in werkgelegenheid komt. Betekent ook dat jongeren die vaak uit Noordoostpolder wegtrekken voor een studie, terug zouden kunnen komen omdat er werkgelegenheid op dat niveau is. Het betekent ook iets voor ons gebied als Noordoostpolder en in deze regio. Je kunt het op die manier met de komst van het MITC als prachtige woon-werklocatie nog nadrukkelijker naar voren brengen. En dat is misschien als laatste, maar niet minder belangrijk, het betekent ook iets voor de zittende bedrijven in dit gebied. NLR en DNW zouden er een partner bij krijgen. Er ontstaat dan een cluster van ruim 1000 hbo-banen. En dat betekent dat ze iets aan elkaar hebben, elkaar verstevigen. En op die manier ontstaat er in dit prachtige gebied een prachtige werklocatie waar je voor Nederland trots op kunt zijn, omdat die onderzoeksfaciliteit hier gerealiseerd wordt. Ja, we hebben vanaf het begin dat RDW aangaf dat ze op zoek waren naar een nieuwe locatie, samen met de provincie gezocht naar zo'n stiltegebied waar het RDW een nieuwe testbaan neer zou kunnen leggen. Die samenwerking met de provincie is altijd vanuit elkaars sterke kanten, vanuit elkaars competenties opgezet. Dus de provincie die zocht het contact met de ministeries en met landelijke organen. Wij hebben als gemeente hier regionaal en plaatselijk de contacten gezocht. En doordat je dat samen oppakt, geeft dat energie in zo'n project. Over 5 jaar denk ik dat we hier de verlengde kombaan van het RDW gerealiseerd hebben, samen met een aantal testfaciliteiten. En op dat moment betekent dat in dit gebied naast de vliegtuigindustrie ook de auto-industrie hun proefmodellen kunnen komen testen, certificeren en op de markt brengen. Betekent dat we hier in deze regio in Noordoostpolder het testcentrum voor smart mobility hebben waar de Nederlandse industrie, maar ook de Europese industrie op af zal komen.